Allemaal superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag in deze video hebben we weer sneeuw. Ja, wow. Eerlijk gezegd, ja, weet niet, I don't really care. Heel veel mensen die wouden graag dat het sneeuw terugkwam. Dus die hebben geluk. Deze hele maand blijft de sneeuw. Helemaal prima. Ik speel liever nu gewoon weer zo, want ik heb gewoon heel veel zin in de zomer. Dus ja, we hebben ook nog de quest van vorige week, die ik nog niet heb afgemaakt. Zullen we dat eerst doen? En daarna gaan we deze update, zeg maar, doen. Ik hoop dat het niet zo'n hele lange quest meer is, van die krant. Maar dat gaan we... Oh, oeps, verkeerde. Oh. Nee, oh, ook verkeerde. Zo, die moest ik hebben. Oké. Okay. Nou, ja. En we hebben een nieuwe race. En oh ja, dat is dus bij Steve. Toch? Ja, nou ja, daar waren we natuurlijk net. Maar ik wil graag eerst even deze quest afmaken. Ik ben even op Ginger aan het gaan, aan het rijden. Omdat ik dat andere paard een beetje zat werd. En omdat je dan anders elke week een hetzelfde paard hebt in de video. En dat is een beetje saai. Wil je me helpen zoeken, Penny? Help me aan een gelukspen te vinden. Are you kidding me? Fucking gelukspen? Die noemt ze Penny. Nou, ik weet niet. Kan het nog kinderachtiger, Star Stable? Oh my god. Klik. Ik probeer deze week nog even een extra video te maken, zodat de zaterdag een, ja, een extra video online komt. Een Let's Jam waarschijnlijk. Maar daar moet ik wel eventjes... Mijn paarden moeten daar... ja... Ik heb niet zo goed gezorgd voor mijn paarden. En eigenlijk vind ik dat dan wel... Dat ze... Nou ja, een hoge rating moeten hebben qua stemming. Gewoon de hoogste. Omdat ze anders niet echt een fair chance hebben. Maar ja... Dat hebben we eigenlijk sowieso niet met alle... cheaters en zo. Maar Star Stable heeft dus de game files veranderd naar program files. Of ja, ja, naar gewoon program files. Normaal staan ze in program files 86. Nu hebben ze veranderd. Dus in mijn hele reshade moet ik weer opnieuw instellen en zo. Dikke kutzooi. Maar goed. Ik update de launcher ineens. Want dat was volgens mij al vanaf de 30ste. 30 januari was het zo. Dat de program files veranderd waren. Maar ja, het is nu 1 februari. En ik ben dus al sinds de 30ste sowieso niet meer online geweest. Dus ik heb ook niet kunnen zorgen voor mijn paarden. Of ja, heb ik wel gekund, maar ik heb het gewoon niet gedaan. Mijn excuses. Maar weet je, als ik een Let's Jam wil opnemen, moet ik maar gewoon even dat paard blij kopen of zo, weet ik veel. Komt wel goed. Maar dus vandaag zijn we extra traag, want we zitten ook nog eens op een paard van level 2. En dat gaat sowieso al super traag. Maar ja, ik was ook alweer vergeten dat ik dit paard had gekocht, eerlijk gezegd. Maar ik zag hem en denk, oh ja, dan ga ik even omrijden. Oh, waar ga ik heen? Oh, ik moet even weer gapen, jongens. Het gapen begint weer zodra ik de video start. Heel raar. Nou, veel mensen een gelukspen. Wat? Oh, hebben we hem nog niet gevonden? Ja, ik lees niet echt eigenlijk. Ik heb er niet echt veel zin in. Is dat vergeetachtig? Wat? Oh, ik heb gelijk de goeie aangesproken. Nou, dat is top. Oh. We zijn binnen. Ik had een bezorgde krant. Oké. Okay. Moet ik iets slepen? Nee. Oh, ik moet gewoon weer klikken. Oh, u. We hebben ook nog korte verhalen volgens mij. Van Hotsword. Of in ieder geval moeten we weer zorgen voor die plant volgens mij. Pff. Dat gaan we zo meteen ook nog even doen. Maar dat doen we denk ik als allerlaatst. Want het is eigenlijk een beetje eentonig. Het is elke keer een beetje hetzelfde. Dus dan gaan we hierna lekker deze update van deze week doen. Yes, let's go. Nou, hehe. Jongens, er komt echt allemaal nieuwe shit in Star Stable. Er komt echt misschien wel breeding. Er komt een hele nieuwe interface waar ik echt helemaal geen fan van ben, eerlijk gezegd. Er komt echt van alles.
Ik ga naar Dirk en Jarline. Wacht, hè? Sinds wanneer is hij hier? Ongelooflijk. Rijd terug, oké. Nou, is dit het? Ik hoop het. Kijk eens, het is ons gelukt. Yay! Oh, toen ik eruit. Wauw! Geweldig, ja, echt geweldig. Moet ik nou... bezorgd even Gigantische krant in Jarlane? Het is gewoon een daily geworden, maar het heeft niet echt zin of zo. Wat is dit? Dit is de... Nou ja, een boekje. Of zo. Wacht. Oh, dat is echt schattig. Oh. Leuk, ik draag het alleen niet, maar... Dat is schattig op zich. En de zadeltas, die past op zich ook. Nee, dat is niet waar. Past niet bij deze outfit. Goed. Dat was dat. Dan gaan we de paardentaxi bellen. En dan gaan we lekker de quest van deze week doen. Ja, hier rechts in de bak ergens moet het zijn. Want hier krijgen we races. Dat is echt super chill trouwens. Oké, ik ben thuis. Ik is mijn ding op een paard hoor. Ik bedoel, ik ben zelf geen springend veld. Oh my god. Maar ik vind het prima als jij dat wel bent. Ga gerust je gang. Ik zet mezelf wel aardig verschut, hè? Kunnen we opnieuw beginnen? Oké. Hij is wel, zijn mond beweegt, maar zijn mond gaat niet open. What the fuck? Dat ziet er raar uit. Hij is een knappe jongen. Eigenlijk zou het wel grappig zijn als je ook, zo ziet dus echt een, poppetje eruit. Als ons poppetje ook heel jongen zou kunnen zijn. Ik vind het jammer dat het niet kan. Ik zou het zelf niet kiezen, maar er zijn heel veel mensen die willen graag wel een man zijn natuurlijk in het spel. Maar ja, dat gaat denk ik nooit gebeuren. Maar goed. Hey vreemdeling, wil je graag een parcours waarop je acrobatische sprongen kan oefenen voordat je aan het echte werk begint? Nou, dan kan je hier via op je juiste adres of bij de juiste persoon. Dat ben ik namelijk. Ik ben naar Jorvik gekomen voor het paardenkamp en ik wil het liefst vet sprongen oefenen, zodat ik niet bang hoef te zijn dat ik van het paard val. Het was mijn hele leven hier. Ik was vergeten, maar dat is waarom ik ook nu over ben gekomen. Was ik hier voor paardenkamp? Volgens mij wel. Alles Lot heeft me met elkaar gebracht. Nee, natuurlijk niet. Adine heeft dat gedaan. Goed, ik heb twee acrobatische sprongoefeningen. Ik hoop dat je ze wil uitproberen. Ja, yeah, sure. 150 XP. Voor je paard? Oké. Oh, wajo. Dit is niet echt chill als je paard level fucking 2 is en ook nog eens traag. Maar goed. Hoppzee. Hop. Wat is dit voor een rare wending? Letterlijk rare wending. Hoppzee. Het zijn hoge kruisjes, jezus. Die sprokken zijn eigenlijk best wel uit verhouding vergeleken met ons poppetje. Kijk één keer hoe dik die balken zijn. Dat kan ons poppetje toch nooit dragen. What the fuck. Hop. Hij heeft echt een lelijke kikker. Nee, het kwaakmans. Oké. Fantastisch. Oké, hoger en hoger. Deze ook 150. Even kijken of die straks ook 150 is. Geen muziekie. Ah! Dit bedoelt hij met acrobatisch. What the hell, bro? Waarheen? Links, oké. Mooi joh. Leuke races denk ik om te tryharden. Maar ja, hè, met die cheaters en zo heeft het eigenlijk ook geen zin allemaal. Leuk. Hop. Jeetje. Heftig. Oh, we moeten nog een keer. Wat? Nog een keer? No, wat? Is dit het eind? Ja, dit. Aparte races, maar wel leuk.
Ja, wel leuk. Nou, oké. Hey, een paar level hoger. Oké, laten we even kijken. Weer 150. Oké, we gaan ze allemaal nog een keer doen. Ik zie niks. Hier zit wel een muziekje onder, maar onder die andere niet volgens mij. Oh, ik ben heel erg vergeten hoe die ging. Nu links. Oeh. Tja. Het is leuk. Ik ben blij dat ik die quest van net nog even gauw in deze video heb gelaten, zeg maar. En dat ik die niet vorige week al heb gedaan. Anders was het een vrij korte video geweest nu. Hop. We moeten nog even verder trouwens het nieuws lezen. Ik heb nog niet alles gelezen. Er zullen vast nog een aantal andere dingen zijn die ik mis. Paddock attributen. Actually, waar? De bak van Steve heb je ook paddock attributen. Ik moet even kijken waar dat is. Maar ik ga eerst eventjes deze race afmaken nog een keer. Waar dan? Want er staat al zo'n bord. Oh, links achter. Oké, daar gaan we zo even kijken. Kijk, ik hoor geen muziek. Oh, wat doe ik? Ik moet helemaal niet hierheen. Wat? Ik hoor geen muziek. Wat is sad. Oh, nu hoor ik muziek. Is dit niet het sneeuwliedje? I don't know, man. Nee, dit is een ander lied. Deze ken ik niet, volgens mij. Ik weet niet of je dit hoort, hoor. Maar we hebben dus sneeuw, kort verhaal, paddock attributen. Oh, een nieuwe, nieuwe set. Oké. Ook nog even kijken. Runokonijnen. Oh, er is een nieuwe set magische paden die Ergenis en Petra. Oké. Ze blijven tot update van 1 maart. Paarden die met pensioen gaan is de Celle-Français. Zijn de Oldenburger en de Celle-Français van generatie 1.5. En de bonuswinkel heeft ook nog een item. Oeh, volgende week komen de Morgans al. Oh my god. Really? Ziek. Volgende week krijgen we dus nieuwe paarden again. Oh, ik heb regen nieuwe paarden. Serieus. Oké, even loeren. A. Is een dressuurbak. Heel mooi. B. Is een, hoe heet dit? Hoe heet het ook alweer? Track of zo, I don't know. En dit is een springparcours. Maar hoe heet dit ook alweer? Goddammit, ik ben de naam vergeten. Ik weet wel hoe het heet, maar ik ben het vergeten. Het heeft een naam. Nou wil ik het weten hoe het ook weer heet, maar ik ben het helemaal vergeten. Nou ja, anyway. We gaan even... Ja, ik denk dat we gewoon naar hier zo gaan, naar de vergeten velden. Oh, te vroeg. Het is toch een ruiter agility of zo? Of, iets in die richting, dacht ik dat het heette. Damn it, ik ben de naam vergeten. Maar als jij het weet, laat even weten in de comments wat ik bedoel. Je weet vast wat ik bedoel. Oké. Nou, even gauw naar die plant. Even gauw dat ding water geven. Dan gebeurt er waarschijnlijk precies hetzelfde als de andere twee keer. Namelijk dat dat poort dan die poort eens tevoorschijn komt zo. Maar oké. Het hoort ook bij de update dus. We moeten het ook doen. Horse agility, right? Nee, het heet niet zo hier op Star Stable. Dan wil ik het weten ook. Wat verdikken, het heet toch niet zo? Wacht. Ik kan het zien in de wedstrijden. Want je hebt wedstrijden die zo heten.
Work and equitation. Hè, thank god. Oké, okay, was het dan niet wat ik dacht? Liever wat ik zei was niet bepaald hetzelfde. Maar oké, okay, goed. 45 XP. We gaan weer. Hop. We gaan een keer linksom van de boom. Hebben we ook nog niet gedaan. Even, even wat vernieuwing erin gooien. Je weet toch. Kijk, kijk. Wat is dat? Het groeit. Oh ja, ik zie het. Pff. Oh, hij wordt niet eens echt groter. En dan krijgen we een ding van die poort weer te zien. Kijk, en dan gaat het precies hetzelfde. Het wordt niet eens verder of zo. Elke keer weer wordt het precies hetzelfde. Als het nou de eerste keer dit was, de tweede keer kwamen er nog meer wortels en de derde keer kwamen er bloemetjes of zo. Maar dat is niet. Dat is echt zonde. Kunnen we hier nog heen trouwens? Volgens mij wel, maar ik ga het niet doen. Maar ik denk wel dat het kan. Waarom knorde mijn paard? Hoorde je dat? Oké, okay, dan gaan we nog even naar Moorland. Gaan we die laars even, die van die bonus item, eventjes ophalen nog. En dan is het het alweer. Dat is alweer de aflevering voor vandaag. Aflevering hoor mij nou. Video. Het is in principe een aflevering, maar... Nou, laten we even voor de vibes, ook al ben ik in mijn fucking zomerkleren, toch nog even een tijdje de sneeuw aandoen. Want anders dan, ja, het hoort natuurlijk ook gewoon bij de update. Maar ik vind het gewoon heel... Ja, het is leuk hoor, daar niet van. Maar ik ben nu weer helemaal in de... Het is februari, de zomer komt eraan, weet je wel. Nee, maat, ik wil echt heel graag weer lente. Ik heb er zoveel zin in. Daar word ik echt vrolijk van. Winter, nee, dat heb ik al wel gehad. We hebben eigenlijk helemaal geen sneeuw gehad waar ik leef. Letterlijk niet. Ja, misschien heel klein beetje. Maar, oh, waar ga ik heen? Moet daarheen. Nee, niks, geen sneeuw. Ik weet nog zo goed, toen er met die jachtsneeuw, dat was toen een paar jaar geleden, was echt heel erg. Toen kwam alle sneeuw, oh, ik heb niet echt een broek aan dat ik ze kan zien, shit. Nou ja, maar toen hadden we jachtsneeuw, dat was van die sneeuw met, die, met de wind en zo. En toen kwam alles onder de stal van Kiwi door. En toen kwam ik 's ochtends in de stal van Kiwi. Toen lag al mijn spullen, alle dekjes, alles lag onder het sneeuw. Inclusief Kiwi. Wat echt zielig was. We stonden gewoon in de stal. Maar het kwam helemaal onder die platen van de stal door. En die sneeuw was zo hoog buiten. Dat je heel Kiwi bijna niet meer zag. Oh, maar ik wou eigenlijk dat, dat die sneeuw nog een keer kwam. Want ik vond het eigenlijk wel geniaal. Maar ook wel levensgevaarlijk. Maar ook wel echt heel leuk. Maar ja, dat gaan we niet meer meemaken denk ik dit jaar. Maar goed jongens, anyway. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet het belletje aan te zetten. Want dan blijf je op de hoogte wanneer ik misschien wel een keer een extra video upload. Waarschijnlijk zaterdag. Daar ga ik echt mijn best voor doen. En dan zie ik jullie dus in de volgende video weer. Oeh, cool racers family. Are you kidding me? Nice. Want ja, zoals jullie weten, ik heb een... Kan ik dat zien? Ik kan niet eens een naam zien van mijn club, of wel? I have no clue. Jawel. Cool race, ja, we hebben echt, ik ben echt zo niet actief in die club. Ik zit er nou ja, niet aan te denken om ermee te stoppen, maar ik wil eigenlijk heel graag dat het weer actief wordt. Maar ik heb er zelf gewoon geen tijd voor, dus het heeft geen zin om daarover te beginnen nu. ik zie jullie in de volgende video. Dus tot dan, doei doei!